een foto-wedstrijd wordt altijd alleen maar op de foto beoordeeld. Degene die in de jury zit, wordt eigenlijk helemaal niks van de omgeving te weten, de situatie niet, wat er allemaal gebeurd is. Ja. En dat speelt helemaal geen rol. Die foto moet voor zich spreken. We ik ga ze dit keer voorlezen, dat is misschien leuker voor film. Een gedegen foto van Oud Ambacht. Niet overal even scherp, maar wel goed stampend. Het is een nieuwe midwit geworden op de voorgrond. 45 euro, dat staat in het dingetje. Zorgt aan de ene kant voor een mooie lijn, maar is ook wel iets te prominent aanwezig. Waardoor het echte werk aan het zicht wordt onttrokken. Jammer, maar niet meer dan dat. Ja, dus. Positief. Ja. Mijn commentaar. Mooi in beeld gebracht. Alles ligt er met een reden. Dus niks geen onzinnige dingen in beeld. De donkere bril stoort mij. Als dat een zonnebril is, dan moet hij af. Als het een meerkleurende bril is, kun je die man eigenlijk niet vragen om de bril af te doen. En als je hebt een foto buiten gemaakt, als je zoiets binnen doet, kun je wachten tot de bril ontkleurd is. Maar ja, als het daar zonnig is, dan kan dat gewoon niet. Helaas is de midwinterhoorn scherper in beeld dan de man zelf. En je onderwerp is in principe de man. Dus iets meer scherp stellen. Van Evelien. Heel verhaal eigenlijk. Zal ik hem voorlezen, Evelien? Graag. Ja. Het lage standpunt in deze foto is prachtig. Midwinterhoorn en de handen met gereedschap laten niets te raden over. De setting is heel vrij. De staldeuren werken hier mooi mee aan de sfeer. De bewegingsonscherpte op de hamer laat actie zien. Wel jammer dat de scherpte niet helemaal op het model valt. Ook de uitsnede is niet helemaal tof. Links had wat afgesneden kunnen worden. Dat had de compositie mooier gemaakt. Gulden snede. Mijn commentaar. Prachtige man, prachtige locatie, maar wel prachtig licht. Ja. Mooi dat het geheel donker is. Het vuur wordt alleen een beetje uitgebeten. Dat heb je heel snel met fotografie. Digitale fotografie is daar gewoon niet zo heel goed in. Dus het wit in het vuur is natuurlijk ook extreem wit op een gegeven moment. Daar kun je verder niets aan doen. Eén minpuntje, de linkerarm staat er niet helemaal op. In dit geval had ik dat wel graag gewild. Van Evelien. Het licht valt prachtig en er is mooi met scherpte diepte gewerkt. Maar ik mis de actie. Liever had ik gezien dat de smid aan het werk is. Toch is de foto heel vrij. Het vuur in de achtergrond, het gereedschap in zijn hand, het aanbeeld, de lichtval, het klopt allemaal. Ach, een smid zal ook wel eens een praatje willen maken. Wat betreft de compositie had ik graag de hele arm rechts willen zien. En waarom, gelukkig en kort, echt mooie foto waar het vak van smid goed in beeld wordt gebracht. En waar de manier van fotografie een ambacht uitstraalt. Erg goed gedaan. Monique! Commentaar van Ben. Fijn dat er veel te zien is op deze foto. De liefde voor het plaatwerk straalt er vanaf. De man met vlecht levert vakwerk. Dat is de sfeer in de foto, hè? Klassieke Ferraris restaureren is misschien wel een roeping. Er had wel wat meer Ferrari bij opgemogen. Een deel dan. Niet de gele klassieke, want dat zou niet te veel anders zijn. Mijn commentaar over Monique. Vaak kies je bij dit onderwerp automatisch de juiste plek waar je de foto wilt maken. Ik ging ervan uit dat er minimaal een Ferrari in beeld zou staan. Daarom toch een verrassende plek die je gekozen hebt. Wel heel mooi in beeld wat hij aan het doen is. Het witte vlak dreigt aandacht te trekken. Die ramen best boven. Ja. En dan werkt de man in het donkere gedeelte. Beetje rare combinatie, zeg maar. De aandacht gaat naar het raam, terwijl het echt naar die man zou moeten gaan. Evelien. Deze foto laat goed het ambacht zien, maar komt wat rommelig over. Door een stap rechts naar voren, dat gaat dus waarschijnlijk niet te maken, was de compositie iets beter geworden. Hadden we meer van het gelaat van deze karakteristieke man gezien, en was het wit rechts grotendeels weggevallen. Door dat raam af te snijden was de compositie ook al beter geweest. Mooi is het licht dat door twee ramen valt, wat soms fout kan uitpakken, maar hier heel geslaagd is. Waarom? Beroep plaatwerker goed in beeld, maar mist diepte in de foto. Had naar mijn mening iets meer perspectief kunnen hebben. Ja. Jorien, betaal ik Ben. Foto onscherp over de hele linie. Jammer, de mannenvlechter verdient beter. De uitsnede is wat mij betreft prima. Je ziet meteen om welk ambacht het gaat. Knap gelukt, omdat maar een beetje vlechtwerk in beeld is. Sterk beeld, maar jammer dat het onscherp is. En de handen wat overbelicht. Mijn commentaar.
Het lijkt alsof de foto nergens helemaal scherp was. Ik heb de data weer nagekeken. Die zit op f4, 1/30ste seconde. En ISO 3200, dat is echt allemaal zo extreem mogelijk om die foto überhaupt te kunnen maken. Dus het was echt een moeilijke lichtsituatie. Eigenlijk betekent het dat de situatie zeer donker was en moeilijk scherp te krijgen. Ik vind het licht, maar ook met name het verloop van het licht in het gezicht heel mooi. Het extreme contrast is super en dat geldt ook voor de gehele compositie. Ja. Evelien, geen twijfel over, dit is een mandenmaker. De scherpte valt op de handen en de mand. Het gezicht is weliswaar vaag, niet helemaal scherp, maar deze keuze kan ik wel waarderen. De concentratie op het gelaat is prachtig. Het licht valt mooi van één kant. Minpunt is de wat rommelige achtergrond, die links minder storend is dan rechts. Van Malon, heel veel diepte in het beeld, top gedaan. Goed aandacht om waar het om gaat en toch de volle aandacht van de kop legde in beeld. Echt super. Ellis van Ben, heerlijk plaatje. Scoort altijd goed. Goede standpunt en dito uitsneden met deel van de kudde. Hedde en Hond tonen dat ze uiteindelijk de controlerende leiders van de kudde zijn. Wie doet ons wat? Lof voor deze compositie. Beetje heilig weer, verhoogt de sfeer. Ja. Hond had scherper gekund. Mijn commentaar. Er is bijna niets mis met deze foto. Misschien een beetje te weinig contrast in de achtergrond. Beetje jammer dat het oor van het voorste schaap er niet op staat. Ja. Ja. Omdat er weinig contrast is in de achtergrond, springt de herder er beter uit. Mooie houding van de hond. Die twee commentaren die ik hier heb staan, ze zijn dus echt details. Ja. Of dat oor, dat kost je geen punten hoor. Evelien, Horst in volle glorie. Hier is mooi met scherpte diepte gespeeld, waardoor Horst en de hond mooi centraal staan. Minder mooi vind ik de uitsnede. Links had wat meer gekropt mogen worden, gekropt is een stukje afsnijden, en rechts mist wat ruimte. De blik van Horst is mooi gevangen, in totaliteit een fijne foto. Malon, leuke foto! Commentaar van Ben. Foto dwingt om even langer te kijken. Wat gebeurt hier? Autolicht brengt uitkomst. Garagebedrijf. Jammer dat een British car niet prominenter in beeld is. Gemiste kans. Toch ook hinken op twee gedachten. Makkelijk, maar saai zoekplaatje. Maar aan de andere kant ook wel gedurfd in beeld gebracht. Pak compositie. Mijn commentaar. Ik hoor natuurlijk als enige jurylid vaak de reden waarom een foto mooi of minder mooi is. Dat mag in mijn oordeel geen invloed hebben. Ik vind het mooi dat de foto redelijk donker is met slechts een paar lichtaccenten. Maar waar we naar kijken is te onduidelijk. Als ik zijn beroep mocht raden, zou ik zeggen, knipperlicht testen. Evelien, deze foto kan ik het beroep van de vrolijk of ingespannen man niet zien. Weliswaar zie je links nog iets dat op een achterlicht lijkt. Maar als je niet weet wie en waar het is, zie je zijn beroep niet. De foto is mooi in toon gezet. Het licht speelt mooi over de haren en het profiel. Hou me dan een beetje teleurstellen. En van Malon, technisch zeer goede foto. Goed gebruik gemaakt van licht. Jammer dat het vak niet zo duidelijk naar voren komt. Commentaar van Ben. Goede beroepsfoto. Uitsneden op zich goed, alhoewel ik liever wat meer had gezien van de omgeving. Hoefijzers aan de muur verraden, hier gebeurt iets voor de paardensport. Of paarden. Iets beter kijken en je weet dat het om een zadel gaat. Overhemd enigszins overbelicht. Dus net iets te licht in beeld. Fijne, klassieke plaat. Van mij. De foto zit lekker in beeld. Ik vind het voor het onderwerp wel leuk als de man ook inderdaad aan het werk is. En niet bewust in de lens kijkt. De achtergrond vind ik fantastisch. Ook mooi dat het scherp genoeg is om dat goed te kunnen zien. Evelien. Een mooie foto van Anton Koenderik, de zadelmaker. De uitsnede had voor mij iets anders gevolgd. Meer ruimte links en iets minder ruimte rechts. En boven in beeld. Heel duidelijk is het beroep dat hier mooi in beeld gebracht is. De handen, de concentratie op het gezicht. Ik word hier wel blij van. Mooi pas voor. Heel vlakke foto, wel duidelijk in beeld gebracht. Koenen 6. Sanne, 7. Malta, 7. Hoenie, 7,5. Apollien, 8. Jorien. 8. Ellis. 8,5. Mannen. 8,5. Cijfers van Evelien. Koenen 5.
Monique, 6. Samantha, 6. Alice, 7. San, 7. Onne, 7,5. Jurien, 8. Apolline, 8. Marlon, Apolline, 7. Monique, 7. Alice, 7,5. Hey, 8. Had ik het toch weer een beetje over. Ik ga het toch over. Hey, Samantha, 8. Sanne, 8. Onne, 8,5. Een meter. Ben. Jurien, 5. Koen, 6. Onne, 6. Dat is echt verrassend hoor. Dus. Sanne, 7. Monique, 7. Apolline, 8. Samantha, 8. Mooi. Kun je goed regelen? Zal ik maar gelijk verder gaan? Ja. Koen, gemiddeld 6,3. Monique, 6,9. Sanne, 7,3. Gelijk met Samantha. Jorien, 7,5. Onne, 7,6. Apolline, 7,8. 8,9. Ja. Dat hij echt niet scherp genoeg was.